wensen vandaag weer een nieuwe Pure Luxe video met een fantastische winactie. Huizenupdate, zwembadupdate, businessupdate met... Niemand minder dan een smoker. Salam! 2024, eind 2024 ga ik theater in. Als jullie nou weten hoeveel Mo ongeveer draait op een Black Friday. Het is in ieder geval boven een tonnetje. Ja, dat sowieso. Godverdomme. Nee. Dat is de tweede keer al, lul. Ik met 650 pk. Tram maar ook uit! Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe Pure Luxe video. We zullen vanaf nu weer proberen iedere zondag om 5 uur er voor jullie te zijn. We zitten trouwens nu in een nieuwe Lotus Electra. Dus niet Electra, maar Electra S. Dat is een volledig elektrische SUV van het grote Chinese Geely. Enorm concern. En die hebben dus dat nieuwe Lotus nieuw leven ingeblazen. Wij zitten nu in de Electra S. Die heeft 605 pk uit mijn hoofd en 0 naar 100 in 4,5 seconden. Begint bij 125.000 euro. Dan heb je nog de R die binnenkort uitkomt en waar ook in mogen rijden. Die heeft 650 pk en die is echt bloedsnel. Die is 0 naar 100 in 2,9 seconden. Dus ja, we moeten toch elektrisch allemaal gaan worden. Dit is wel een mooie auto. Hij lijkt best wel op een Lamborghini Urus. Dus ik vind dat hij er goed uitziet. We hebben op Mr. Wheels, ons andere kanaal, al een kleine walk-around of Mart gemaakt van een gele versie. Dus kijkt u daar vooral ook even naar. We rijden trouwens nu verkeerd, maar het maakt niet uit, hoort er allemaal bij. We zijn onderweg naar onze grote vriend Mobicep. Daar is voor veel gebeurd. Hij heeft aangebouwd, een poolhouse bij zijn huis gebouwd. Dus we hebben een soort nieuwe house tour buiten. En ook zijn zwembad kunnen we even zien. Hij levert tegenwoordig aan de Jumbo, aan de Albert Heijn. Hij heeft Black Friday gehad, de verkopers zijn door het geluid gegaan. Het was leuk om even een updateje te doen met onze Mo. En hij heeft nog nooit elektrisch gereden. En hij heeft natuurlijk zo'n Urus met een nieuwe wrap trouwens. En die lijken op elkaar. Dus we gaan Mo even laten rijden. We gaan even updaten. Dus ik zou zeggen mensen, kom mee deze video in. En dan gaan we er weer een heel groot feest van maken. Yo, blauwe man. Ai, 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 ons moken. Hé, hey, we zijn weer in Breda. We staan weer voor je hek. We doen even een updateje bij je, als het mag. Kijk, het hek gaat open. Mart, we gaan naar binnen en dan gaan we eens even kijken met ons moken hoe het staat. Ai, 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 bij je, jongen. Ja, ik moet wel een beetje oppassen. Ik heb nog steeds alles goed. Jij goed met jou? Wat is er mee voor gebeurd? Ja, barbecue gehad, uitgegleden, 3-dubbele enkelbreuk, 5 maanden geleden. Nog steeds loop ik een beetje mank, maar dat weten de mensen inmiddels al. Zeg, ik heb iets elektrisch voor je meegenomen, een echte Lotus. Wat is dit? Een echte Lotus? Een echte Lotus, dat is een Engels merk van vroeger, waar ook James Bond mee reed. Een hele grote sportauto's, onder andere de Lotus Esprit. Okay. Uit de James Bond film, ik ben het even kwijt mensen, laat het achter in de commands. Maar Mart, laat even een kleine scène zien. Ja, oké. Okay. Zeg, ik zie hier bij jou ook elektrisch. Wat is dat voor iets? Een leenauto. Een leenauto. Want wat is er aan de hand met de SVJ? Die SVJ staat bij Lamborghini in Rotterdam. Ja. Zeg maar wat er aan de hand is. Er is iets aan de hand. Het schakelbakje werkt niet helemaal. Automaatbak heb ik laten vangen, man. En maar, was je 80.000 euro kwijt of heb je het onder de garantie kunnen doen? Ja, we hebben het onder de garantie kunnen doen. Maar komt hij wel voor kerst terug? Ja, voor kerst is hij wel terug. Ja, hij zou eigenlijk vandaag al terugkomen. Okay. Maar ze belden me vandaag op en zeiden van het duurt een weekje langer. Maar het allerbelangrijkste is, hij wordt gewoon gefixt. Blijf een duur autootje met te rijden, hè? Ja, kijk, een auto kopen, dat is leuk, maar een auto onderhouden, dat is dan helemaal verschrikkelijk. Ja. Daarom vind ik, misschien moet je wel naar een elektrische auto. Ja. Of gaat het gewoon nooit gebeuren, denk je? Misschien zeg nooit nooit, ik zeg nooit nooit. Maar ik denk dat ik ons moken nog niet echt helemaal elektrisch hier rijden. Nee, ik zie ons moken het ook niet echt doen. Zeg, je hebt hier een nieuwe wrap gedaan, wat is het voor een kleur? Is het een echte Lamborghini kleur? Ja, ik heb hier een nieuwe wrap op laten zetten. Ik heb ook een nieuw pakket, vorige keer had ik dit pakket niet erop, hè, van Urban. Nee, is het van Absolute Motors? Van Absolute Motors, ja. Van onze Rico. Onze Rico Verhoeven. Ja, dat ken ik. Die hebben mij een hele leuke pakket gegeven. Moet je maar dit is wel echt een Lambo kleur, hè? Echt een Lambo kleur, maar vooral een zomerse kleur. En je weet, ons mogen gaat altijd op vakantie, neemt zijn auto's mee. Dan moet je wel een zomerse kleurtje hebben, hè? Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Gaat het op een trailer dan? Op transport gewoon. En jij gaat gewoon het vliegtuig zitten? Ja, een vliegtuig. Een privéjet neem ik aan. Nee, gewoon normaal vliegen. Gewoon Ryanair. Okay. Zeg, de vorige keer had je natuurlijk je hele huis al laten zien, maar er zijn wat nieuwe dingen bijgekomen. Hè? Ja, klopt. En een zwembadje. Ja, klopt. En die video zei ik het nog. Hè? Ik zei nog, anders misschien kun je die video laten zien. April zo, volgend jaar.
Wil ik hier een zwembad zetten, wil ik hier een poolhouse zetten, jacuzzi, alles erop en eraan. En dan moet je terugkomen, hè? Het was wel een beetje in een klein tuintje. Er gebeurde niet veel, moet ik eerlijk zeggen, Mo. Ja, op dat moment gebeurde er nog niet veel, maar ons mogen zeggen ook altijd, je moet kleine stapjes blijven maken. Ai, ja. Nou, maar het is fantastisch weer, het is bijna -5. De kerst komt eraan, het gaat bijna sneeuwen nu. Het is een perfect moment om het zwembad even te laten zien. Ja, dan gaan we precies eventjes het zwembad laten zien. We gaan even om het huis heen. Zeg, deze Tesla hoort niet bij jou, neem ik aan. Want... Nee, die zijn bezig met het zwembad alles schoon te maken, met de bladeren en alles. Heel dus je hebt hier betegeld nu? Ja, hier een nieuwe grote... Die uitbouw, die was er al? Ja, hier de grote tegels erin laten zetten. En kunnen de heren misschien even het cel eraf halen? Even? Ja, kan die dek even open? Hè? Dat ziet er natuurlijk wel wat leuker uit. Ja, moet je kijken, die stoom komt er gewoon vanaf, hè, maat? Ja, we moeten eigenlijk er even in, want het is nu echt wel flink koud aan het worden. Ja, je mag er wel induiken, jongen, voor mij is geen probleem. We moeten eigenlijk, hè, we doen ongeveer één keer in een half jaar zo'n beetje een videootje met Mo, want over een half jaar is het misschien een beetje zomer. Ja. En, want dan kunnen we misschien even in een zwembad duiken. Ja, dat is geen probleem, want we kunnen een bommetje erin gooien, hoor. Ja, of een auto erin gooien, gewoon die SVJ, dacht ik eigenlijk. Ja, dat kan ook. Dan gaan we een beetje viral natuurlijk. Ja, geen probleem, laten we die erin rijden, man. Kijk, het water is hier voor blauw, mensen. Ik vind wel, Mo, dat hij een beetje langzaam open gaat. Ja, kijk, en dat is elektriciteit. Dat is elektriciteit. Dat is met elektrisch rijden. Hier moet een Lamborghini motor in. Ja, gewoon dan ziet hij in één keer het gebouw, denk ik inderdaad. Ja. Gelijk één knopje, bam, open. Maar het is water, de bladeren, heren, de heren van het zwembad, die hebben de bladeren niet eens op. Ja, next level, hè? Ja, die hebben het allemaal wel een beetje weer op orde gebracht hier. Die nee, maar het ziet er keurig uit. Langs mij hier zo. Hoe nieuw is het zwembad nu? Het zwembad heb ik afgelopen jaar gedaan, man. Je hebt al gezwommen, hè? Ik heb al zo vaak gezwommen. Nee, maar wanneer is het eigenlijk open gegaan officieel? Wanneer het zwemseizoen? De officiële opening moet ik even kijken op mijn Instagram. Toen heb ik een post gemaakt dat ik hier zo stond. En zei, nou jongens, ons mogen gaat voor het eerst in het zwembad springen, jongens. Nou, en die... scène, die kan onze Mart natuurlijk even terugvinden, want die plakken we er natuurlijk ook weer even bij. Ja, toch? En een beetje aankleed. Was het ook nog mooi weer? Het was mooi weer, maar toen had ik die hekken nog niet. Als gooi je even wat beelden naar Mart toe, dan kunnen we dat een beetje versnijden. Ja, Mart gaat alles eventjes in elkaar flatsen. En de barbecue, waar gaat die neergezet worden? De barbecue gaan we daar in de poolhouse zetten, man. Oh, zeg, het water is niet helemaal blauw, Mo. Het water is niet helemaal blauw. Het water wat ik daar in het zwembad zag, dat is goed. Dat was ook leuk. Weet je, kijk hier met de verbouwing, zoals je ziet, kijk daar. Heb je nog met de verbouwing, was allemaal stof ingekomen en alles erop en eraan. Dus we moeten hem nog even een keer even goed schoonmaken. En vanuit daaruit kunnen ze hierin springen, vanuit hier. En dat is ook de reden waarom die ook een beetje vies is. Ja. En ja, dan springen ze van die kant naar die kant en ja, het op en neer rennen. Alles voor het jong, zegt ze in Brabant, hè? Zo is dat, hè. Maar ga je dat zwembad ook nog dicht tapen, zoals dus performanten, met allemaal tape? Nee. Of met allemaal kleine eentjes erin gooien? Oh, nee, een beetje gekkigheid? Nee, dat gekkigheid. Een beetje virale gekkigheid? Dat gekkigheid laten voor Dutch performanten. Want dat is alle gekkigheid op een stokje. Alle gekkigheid op een stokje. Zeg, jij hebt wel nog een keukentje hier? Ja. Maar ik zie nog steeds geen barbecue. Of komt die hierin? Die barbecue heb ik daar vooraan. En hier hebben ze iets speciaals voor mij gedaan. En dan wil ik wel echt één dikke shout doen, sowieso, naar Keukenstunter in Gorinchem. Want zij hebben mij echt ja, goed toch gezien. Een beetje reclame, mensen. Ja, Keukenstunter? In Gorinchem. Oh, kijk, nou, ik heb ook een nieuwe keuken, dus kunnen ze mij even misschien bellen? Kunnen ze jou in de comments. Nee, ze hebben een leuk keukentje voor mij gezet hier zo. Dan heb ik hier zo, ja, ik kan van alles en nog wat opnoemen. Ja. Maar komt hier de barbecue in? Hier komt een barbecue. En is dat een green egg? Of ja, zo'n green egg, ja. Dus we moeten eigenlijk nog een klein halfjaartje wachten en is het feest. Ja, ik denk als je over een halfjaartje terugkomt dat het wel echt feest is hier. En? Mag dat? Ja, tuurlijk. Kijk, mensen, daar houden we ons natuurlijk aan. Hè? En dan maak ik er even een feestje van. En Mo drinkt natuurlijk niet, ik natuurlijk wel. Maar dan mag ik dan toch een flesje chambreren hier eigenlijk. We doen dan een shake, zo'n chambreren, zo'n shake. Doe jij een shake, doe ik een flesje champagne. Drink jij het shake op, drink ik de champagne op. Maar dan gaan we niet bij ons moeken thuis doen, matje. Nee, mag er geen alcohol thuis? Nee, bij ons moeken komt daar niet erin, jongen. Het streng weer vandaag, hoor. Ja, zoals je ziet, dan kun je alles een beetje openmaken hier zo. Ah, het moet duidelijk een keer gefilmd worden met zon, maar hij is nu helemaal open, Mo. Nu is hij helemaal open. Het is een soort sauna geworden. Ja, dit is echt warm, moet je maar voelen. 30 graden, jongen. Nou, ik ga niet bukken, want dat is levensgevaarlijk voor mij. Nu krijg ik weer een hele funzige opmerking waarschijnlijk. Maar ik bedoel, ik wil natuurlijk niet met mijn knieën en met mijn voeten allemaal aan de gang. Ja. Zeg, hoe verwarm je dit allemaal? In de toekomst ga ik daar op de dak nog ook zonnepanelen zetten. Ja. Wat groen bij ons mogen erbij hier zo, hè? Nou, dan komen we graag een keertje terug, mensen, als het zonnetje schijnt. Ik vergeet nu al een beetje koud te worden. We gaan denk ik even met de auto zo naar de Albert Heijn. Yes, laten we rondjes. Ik klep ze nog even over het verdere succes van ons moken in de auto. Ja, toch? De Black Fridays en hoe het nu gaat en wat de toekomst biedt. Ja, misschien kun je nog wat mooie motivatietips geven aan de kijkers die natuurlijk meekijken. Dat is altijd, daar ben je goed in, hè? Ja, dat is wel mijn ding, man. Dat vind ik altijd wel leuk.
2024, eind 2024 ga ik theater in. Theater in? Ja, 19... Het Chassé Theater in Breda Aterbanen? Nee, ja, die gaan we ook doen, maar we hebben al 19 theaters. Oké, okay, nou, dat is wel nieuws. Ja, dat is een nieuwe tak in mijn leven, wat ik gewoon echt met plezier doe. Mensen motiveren, maar dan nu op het podium. Want dat begon met de bekende tekst, dat is pas handel. Ja, dat is handel. Dat is inmiddels ook al best wel een paar jaar geleden. Ja, dat is een paar jaar geleden. Toen had ook Waarin Willis zijn weg en niet Waarin Willis was ik weg. Precies. En toen alle tijden blijven doorgaan. En dat gaan we gewoon aan de mensen meegeven. Dus eind 2024 gaan we Smoke in theater spreken voor honderden mensen. Nou, ik kom graag... Dan moet je ik komen, kom graag uit de première. Ja, 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 ja. Komt ook wel eventjes mee de kijken. De eerste neem je ons macht ook mee, hè? Ja, kinderen komen zo en die gaan nog even rond het huis crossen, heb ik begrepen. En ja, die crossen hier altijd, jongen. Die crossen hier. Je zit uit de crossbaan daar, alles. Die, die crossen hier, die crossen zelfs hier. Kijk. Ja, nou ja, ik heb toch als een kind uit de bocht gevlogen hier. Hey, mijn zoontje was hier aangereden. Dan mijn Zeen en Noah, die gaan even racen hier. En met commentaar van Mo Bicep zelf. Ja. Nou jongens, dan gaan we in de race dag. En jullie weten, het is vandaag een beetje glad. Zeneman mag eventjes een beetje vooraan. En dan gaat Nochtie weer via die binnenbocht komen. En we gaan weer. Oh, ja. Wat een wedstrijd, jongens. Wat een wedstrijd. Oeh, bijna tegen papa. Oh, rustig aan, Zeneman. Wat een drift. Wat een drift zonder handen. Ah, okay. Zeneman. Even kijken, je hebt nog wat cadeautje. Heb jij je achter capuchon? Kijk, nou hier, Mo. Ik zou zeggen, ga jij maar eens in een elektrische auto rijden. Dan gaan we nu naar Albert Heijn. Even kijken, ik ben benieuwd, jongens. Dan gaan we nog even binnen in lullen. Mensen. We zien jullie zo in de auto. Nou mensen, wat blijkt nu? Want Moker zegt het lijkt wel of de auto vanzelf remt. Ja, dat is irritant. Je hebt dus echt nog nooit elektrisch gereden. Nee, ik heb nog nooit elektrisch gereden. Dus we hebben alweer een primeur. Onze V12 vriend en V8 vriend natuurlijk rijdt nu voor het eerst elektrisch. Ja. We gaan nu naar de Albert Heijn in Maden. Ja, klopt man. Daar verkopen wij onze Kijk je uit dat je er niet... Je moet er nog even aan wennen die auto volgens mij. Ja, maar... Wat vind je van die spiegels? Ja, het is wennen. Alles is wennen aan deze auto. Maar ik denk dat als ik deze een tijdje zou rijden, dat dat gewoon wel top zou zijn. Ja, precies. Maar. Ik denk dat je er misschien, als je hem al zou willen, erbij moet hebben. Maar op zich wel een mooie auto, toch? Het is wel een hele mooie auto. Hij lijkt een beetje eigenlijk op die Urus van mij. Zag je net? Toen ik hem daarnaast had, het lijkt een beetje op die Urus. Die vergelijking wordt ook wel gemaakt. Ja. Zeg, ik heb hier een fantastisch magazine. Je bent natuurlijk aan het opletten. Ja, mijn nieuwe magazine. Ik heb de vorige keer ook gegeven. Misschien leuk voor je vrouw. Oké, leuk met man. Met de prinses erop. Oké, goed. Geef ik aan jou. Ik leg hem achterin. Kan je hem zo direct meenemen, mensen. Top, man. Nieuwe Pure Luxe 10. Hij is weer helemaal mooi geworden. Ja, ik ben benieuwd. Ik kan hem even checken zo meteen. Weg ermee. Mart, jij hebt er ook eens. Komt helemaal goed. Zeg Mo, vertel nog eens even. De Black Friday, hoe is dat verlopen? Ja, Black Friday was bij ons echt een chaos. Net zoals gewoonlijk, man. We zijn de laatste tijd zijn we met MBN Toeristen gewoon volle bak aan het knallen. Dat doen we al jaren. Die Black Friday, is dat eigenlijk gewoon zoals elke vrijdag? Heb je niet meer? Hoeveel meer? Was dat maar waar, man. Dat elke vrijdag was zo. Maar heb je dan over verdubbeling nu? Of vertienvoudiging? Of? Nou, we zijn wel met Black Friday gaan we wel... We gaan goed. Ja, je wil niks zeggen, ik zie het. Maar we zijn wel van pure luxe. We willen wel een beetje een nummertje horen. Kan dat niet? Ja, ik kan een nummertje opzetten voor je. Ja, het is goed met je. Ja, dan krijg je gelijk copyrightproblemen met YouTube. Nee, maar wat draai je op zo'n dag? Wat draai je nou op die vrijdag? Ja, kijk, ik wil niet echt... Ja, ongeveer. Ja, klein tonnetje? Of daar wel boven. Daar wel boven? Mensen. Ja, weet je wat, we moeten het maar gaan raden. Als jullie nou weten hoeveel Mo ongeveer draait op een Black Friday. Het is in ieder geval boven een tonnetje. Ja, dat sowieso. Maar ik denk dat het bijna de 2 ton gaat, maar we weten het niet. Laat het achter in de comments als jullie een idee hebben. Ja. Zeg, maar verder lig je dus nu bij de Jumbo. Je ligt bij de Albert Heijn. We liggen bij heel veel... Je hebt in België iets geregeld volgens mij nu? In België. We zijn nou in Benelux. Gaan we nou hebben gisteren getekend. Ja? Dat we dat... aan een externe partij hebben meegegeven die dat voor ons kunnen regelen. Ja. En vanuit hun kanalen gaan wij nu ook mee profiteren. Dat is SRG. Ja. Dat is een internationale grote bedrijf. En met hun hebben we de handen ingeslagen. En dan gaan we MB Nutrition gewoon internationale stappen laten maken. Maar we beginnen eerst met Benelux, België, Nederland, Luxemburg. Weet je eens, kijk, alleen kom je heel ver in het leven. Maar samen kom je veel verder in het leven, begrijp je? Hoeveel verkooppunten heb je, denk je, nu? Weet jij dat? Oh, dat zou ik echt niet weten. Maar wel een paar honderd nu dus. Ja, we hebben wel heel veel verkooppunten. We zijn er een kleine 8 maanden geleden mee begonnen. Ja. Met de offline verkoop. Want voorheen deden we altijd zelf... Waar je toen bij mij was geweest, bij mijn zaak. Kantoor, ja. Bij mijn kantoor. Voorheen deden we altijd zelf alle bestellingen inpakken. Ja. Maar dat hebben we ook uit handen gegeven. Omdat we gewoon zo maximaal aan het groeien zijn. En mijn jongens die ik daar heb, die dat voor mij allemaal deden. Die heb ik gewoon allemaal... andere taken geven en we hebben dat gewoon uitbesteed. Maar mijn team hebben we nou gewoon echt volle focus laten leggen op de B2B, op de retail. En, dus je bent helemaal efficiënt bezig ook. Ja, en dat is goede kostenbesparing, alles onder controle. Ja, en onze inkopen die zijn natuurlijk ook zwaar gestegen. Ja. Waardoor wij binnenkort iets leuks hebben ook voor onze klanten. Man. Okay. Iets leuks
wat wij kunnen compenseren met onze klanten, omdat we echt gewoon met Ambient Rusje gewoon maximaal gaan. Ja. En wat heb je nou liggen bij die verkooppunten? Is dat het hele assortiment of gewoon de bestsellers? Nee, ik heb gewoon de fast movers heb ik daar zo gelegd. Ja, de fast movers. Ja, dat heb ik gewoon de bestsellers heb ik daar zo bij die retailers gelegd. Er zijn natuurlijk ook wel wat retailers die andere producten willen. Net zoals met Flink hebben we dat de pannenkoeken bij Flink bijvoorbeeld keihard liepen. En bij ons lopen die minder. Maar meestal bij de Jumbo's en Albertijns en dat soort ketens heb ik gewoon de fast movers. Zoals de pre-workouts, de fatburners, de eiwitten shakes, de diet shakes, de weight gainers. Maar we hebben nu ook eind van dit jaar, dus eind 2023. Ja, dat is nu al, hè, eigenlijk. Ja, we zijn nu al. We hebben gewoon echt letterlijk alles aangepakt bij Ambient Nutrition. Okay. Want je kan natuurlijk wel hard gaan, maar je moet hard blijven gaan. Zo je moet telkens blijven kijken. Is dat weer een nieuwe slagzin? Ja, ik misschien wel. Je kan wel hard gaan, maar je moet wel hard blijven gaan. Ja, klopt. Maar zeg, de vorige keer had ik in jouw loods, kreeg ik mee fatburning tijdens het slapen. Sleepschermen. Nou, het heeft niet geholpen, kijk maar. Ja, je bent een beetje uitgeslapen, denk ik nou. Ja, ik ben uitgeslapen. Je hebt te veel geslapen. Hij heeft te veel geslapen. Maar heb je ook nog een nieuwe pil die gewoon, als ik nu met je praat, gewoon 10 kilo eraf haalt in een kwartier? Nee, dat is... dat zo makkelijk gaat het. Nee, zo makkelijk gaat het niet. Kijk, de supplementen zijn allemaal gemaksproducten als aanvulling op je voeding natuurlijk. Je kan een vetbunnetje nemen, maar het gaat uiteindelijk om ook hoeveel calorieën werk je naar binnen. Ja, dat is ook wel waar. Heel veel mensen denken van ik neem alleen supplementen of ik ga alleen een keertje cardio en dan val ik af en daarna gaan ze een kapsel naar binnen werken. Maar zo werkt dat allemaal niet. Beloon je jezelf nog steeds? Ja, ik beloon mezelf nog steeds. Maar ik heb een beetje die Aventador, is wel een beetje een oud ding geworden. Ja, maar je kan jezelf niet alleen belonen met de auto, toch? Maar ik beloon mezelf door de vrijheid te creëren die ik voor mijn kinderen kan hebben. Je hebt nog één droom. Je hebt nog één droom. Ja, één droom wel, maar ja, Bukati. Heet die nog steeds Chiron? Ja, maar nog steeds. En gaat het gebeuren? Kijk. Je kan natuurlijk niet, mensen, we zijn aan het rijden, hè? Wat is dit? Goed voor... Ja. Wat is dat? Ja, dat is Chiron. Dat is een Chiron. Maar gaat het gebeuren of is het een droom? Ja, inshallah. Inshallah, dat wil zeggen met Gods wil. Met Gods wil. Inshallah. Inshallah. Inshallah, oké. Nou, hartstikke goed. Ja. Nou, we zijn onderweg, mensen. We zijn bijna aan de Made. Dan gaan we even door het assortiment heen lopen. Ja, toch? Of we kopen gewoon alles wat er is en vreten alles op. Ja, laten we alles gewoon opkopen. Ja, ga je alles opkopen? Ja, ik ga zeker alles opkopen. Gewoon niks betalen en niks gratis. Ja, natuurlijk niet. Natuurlijk niet gratis. Kom dan. Gratis voor niks komt de zon op. Ja, precies. Zo ben je ook niet rijk natuurlijk. Maar je hebt dus ook pannenkoeken? Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Dus gewoon een shake en een pannenkoekje maken. Ja, klaar. Dan heb je gewoon een pannenkoek. Is dat ook gewoon voor kinderen of is het echt voor sporters? Ja, kijk. Natuurlijk voor sporters. Kijk, protein pancakes die eten mijn kinderen ook. Een eiwitje kunnen mijn kinderen ook gewoon nemen. Eiwitten, dat kan geen kwaad. Maar met zijn pre-workout zeg ik altijd wel vanaf 18 jaar. Het is vanaf 16 jaar, maar dan zeg ik ook altijd, vraag ik eerst aan je ouders. Want voorin had je heel veel ouders die eigenlijk allemaal tegen supplementen waren en zo. Maar tegenwoordig is iedereen gewoon op supplementen. Ja. Dit is gewoon echt ongekend gestegen gewoon. De markt is echt, je ziet het, Jumbo's doen mee, Albertijn's, grote ketens kloppen nu aan om te investeren, om mee te willen doen. Ja, en ik ben er gelukkig op tijd bij geweest. Pre-workouts om gewoon maximaal te gaan. Dat neem je voordat je gaat trainen. En de pre-workout, een pannenkoek deed je daarna of zo? Ja, pannenkoek deed je daarna nemen. Je kan een protein lemonade na het trainen nemen voor je spierherstel en spiergroei. En dat zijn allemaal gemaksproducten. Kijk, na het trainen kan je ook gewoon kipfilet maken en kipfilet eten. Dat blijft ook nog steeds een hele goede, eiwitkwark. Oh, 100%. En eieren natuurlijk. Eieren, kwark is echt een aanrader voor mensen ook natuurlijk. Ja. Weet je, dus als je wil afvallen, ik zeg altijd tegen mensen, leef in een calorietekort. Heel simpel, leef in een calorie. Zo is het gewoon. Ja. En wat is de gemiddelde man? 2500 is normaal? Ja, ik eet nu op 2300 calorieën. Ja? Ja. Je bent moddervet, wil je zeggen? Nou, ik ben niet moddervet, maar ik ben wel gewoon stabiel. Heb je nu niet een sixpack? Is hij een beetje weg nu? Nou, ik heb nog wel een sixpack. Ah ja? Jawel. Nou, dat gaan we zo naar Albert Heijn even controleren, mensen. Dat even kies het omhoog. Nee, maar je bent altijd wel bezig. Kijk, het leven is een rollercoaster. Met voeding, met ondernemen, met alles ben je constant maar bezig. Ja. Alleen weet je, het is, heel veel mensen geven snel op. Met alles wat ze doen, ze geven altijd maar snel op. Ja. En ja. Dus je gaat nog even 2,24? Hey, man. Godverdomme. Man. Dat is de tweede keer al, lul, echt. Ik schrik me godverdomme steeds de tering, echt. Nou, je moet echt het theater in, dat ga je dus ook doen. Dat ga ik ook doen. Maar dat is echt je nieuwe ding. Ja, mensen, we blijven hier niet over lachen, hoor. Want ik sta weer voor lul natuurlijk hier, maar oké. Okay. De hele microfoon, ik weet niet of je nog werkt, Martin. Ik heb er nu aangetrokken, maar... houd er mee op, hè. Houd er nu mee op. Verdomme, echt. Ik ben helemaal van me apropos. 2024 wordt voor jou doorknallen met MB Nutrition. Ja, dat ook. Nog meer dingen? Ja. Noem eens even. Theater. Theater ik ga theater in. Ja, kunnen we daar ook kaarten verkopen? Ja, natuurlijk. Nou nog niet.
Nee. Maar ons smoker gaat je wel elkaar opsturen. Is er een première ook, de eerste aflevering? Er is ook een première. Dat daar komen we natuurlijk even goed door. In oktober. Oktober 2020. En daar komt Joey ook, daar komt de hele zomer. Ja, daar komt iedereen, Donnie, Dave, al die jongens. We gaan allemaal met elkaar om. We hebben altijd een goede community. We hebben altijd een goede vriendengroep. We pushen elkaar met alles. We helpen elkaar met alles. En dat zie ik niet vaak terug op social media. Nee. Veel mensen die elkaar bijvoorbeeld steunen of helpen. Nee, het lijkt soms wel alsof we het elkaar niet gunnen. Heel veel mensen gunnen. Daar heb jij geen last van. Nee, nee, nee. Je bent ook een goede papa. Maar dat zie je ook. Jawel. Nog steeds een bicep papa. Ja, bicep papa nog steeds. Ik denk hartstikke. Dat is een van mijn slogans. Wat ik altijd tegen mensen zeg: kijk, vader worden is makkelijk, maar papa zijn is een ander verhaal. Ja. Dat is ook weer in de slogan. Ja, vader zijn is makkelijk. Kijk, vader worden, bijna iedere man kan vader worden, maar niet iedere man kan een papa zijn. Nee. Papa zijn is een ander. In ieder geval wel. Ja, ja, nou, we zijn bijna bij de Albert Heijn. Pak hem daar even op, mensen. En dan gaan we nu nog even de Lotus testen met 650 pk. Trappakaspapa! Hoe vond je het, een beetje elektrisch rijden? Ja, dat is wel wat, dat is wel wat. Dat is een beetje wennen. Het is anders dan een V8 of een V12, hè? Nou, dan gaan we eens eventjes naar de afdeling MB Nutrition, maatje. Weet je waar het staat, gelijk? Ja, het is dat is wel één keer geweest, natuurlijk wel. Nee. Hier de extra zacht en de extra sterk. Ai. Kijk, we hebben hier zo... Oh, kijk hier, oh, jezus. We hebben hier zo de etschap van MB Nutrition, jongens. Moet je eens even kijken. Dat is wel mooi, hè? Moek uit de Hogeveer. Ja, daar moet je er trots op zijn. Ja, ik ben er ook zeer zeker trots op. Moet je eens even kijken. We hebben hier zo nog... die hoort hier niet thuis, een mootje. Ik ga hem zo meteen even op de goede plek terugleggen. Wat is dat? Wat is dat voor iets? Ja, dat weet ik. Dat is niet van ons mogen. Oh, die van jou? Nee. Want je had toch ook nog zo'n trainingspak? Ja, Donza heb ik nog wel. Okay. Gewoon die proteinbars. Alles is ook hier dus zo. Dus het hele ding is voor jou. Je bij de kassa lekker makkelijk zo meenemen. Gewoon heel simpel. Kijk, je doet gewoon zo. Kijk, en dan kan je hem daar zo. Wacht even nog. Ja, zo'n scanner. Ja, zo'n scanner. Je neemt er zelf scanner mee, kan je uitschelen. Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat weet ik niet, maar het komt goed. Het geld komt binnen, Mo. Het geld komt binnen. Zeg maar heel even, je hebt toch voor onze kijkers weer een mooie actie, hè? Ja, ik heb altijd wel iets. Ik kan niet vermenigvuldigen. Wat gaan we geven? We geven €250 shopgoedweg van MB Nutrition aan degene die raadt. Wat de droomauto van onze Mobicep is, onze Moke. Ons Moke, laat het achter in de comments. Doe ook even je duimpje omhoog voor deze video natuurlijk. En abonneren op Pure Luxe. Ja. En abonneren op MB Nutrition. MB Nutrition, MB Nutrition. Volgen Moke waar het ook kan, op MB, overal waar je wil. Je mag Floris volgen, maakt allemaal niet uit. We gaan viral weer, we hebben er gewoon weer zin in. Ja, En €250 shop de groep mensen. Van MB Nutrition. De droomauto van Moke.